Matthijs straks iets vertellen over circulair ondernemen, duurzaam ondernemen. Dat doen we het tweede gedeelte. Maar we beginnen vandaag met Johan. Johan van Peperseel. Jullie staan bij Van Peperseel. Dit is zijn bedrijf. Johan en ik hadden nog even een kort gesprekje met elkaar. Toen noemde hij op wat hij naast zijn werk nog meer allemaal doet. Aan bestuursfuncties en voorzittersfuncties. Nou, het was te veel, dus we hebben korte tijd. Maar je zit in veel branchevereniging waar je onder andere bestuurder van bent. Dank Johan dat we hier vandaag mogen zijn. Wij beginnen vandaag met een korte rondleiding. Omdat we het belangrijk vinden om te laten zien wat is nou eigenlijk sorteren, hoe begint recycling en wat is het beginmoment van zo'n proces. Na een minuut of 20 komen we hier terug en dan gaan we met elkaar bekijken waar jullie tegenaan lopen, hoe kijken jullie naar circulariteit. Matthijs gaat vanuit zijn achtergrond en industrieel productontwerp daar zijn licht op laten schijnen. En dan hoop ik dat wij tot een leuk middag komen. Ik heb mezelf nog niet voorgesteld. Ik ben Leon Buter. Dus als jullie mij straks nodig hebben, roep je Leon. En dan kom ik naar jullie toe. Johan, mag ik jou het woord geven? Ja. Goedemiddag. Ook namens, mijzelf en bedrijf. Mensen. Leuk dat jullie er zijn. Wij hebben een bedrijf in de recycling van batterijen. Wij zijn 43 jaar jong, bijna. Sinds oktober 1978 opgestart in Ermelo. Sinds 2007 op deze locatie. De laatste tijd waren we ook wat in de berichtgeving met Omroep Flevoland en dergelijke rondom onze locatie. Inmiddels is dat allemaal weer weggeëpt en opgelost, als ik goed geïnformeerd ben. Maar dat doet wel wat met je als je dus zo in de pers komt, zoals je niet in de pers wenst te komen. Maar dat was wel even een dingetje. Van Peperseel werkt voor een aantal grote compliance teams. Jullie gaan vandaag je rondleiding krijgen, zoals direct in een paar minuten. Waarbij wij uit gaan leggen wat dus gebeurt met het batterijtje, wat jullie bij de scholen of bij de winkels in de kleine ton doen of bij de gemeentewerf brengen. En wat jullie een oude product inleveren, zoals een tandenborstel of een broodrooster of wat dan ook. Al die spulletjes komen hier, die worden gesorteerd en die gaan van hier naar fabrieken die de metalen eruit halen. Alle batterijen bedoel ik dus echt mee, alle batterijen, van knoopcel tot en met duikboot. We doen dus niet alleen dus zeg maar de consumentenbatterijen zoals we die samen gebruiken thuis en in ons werk. We doen ook auto-accu's, we doen elektrische accu's, vrachtwagen-accu's en we doen zelfs duikboot-accu's. En tegenwoordig ook de fietsaccu's en alle elektrische auto-accu's. Nou, ik neem jullie in een vogelvlucht even mee, want we hebben maar 20 minuten. Dus rondleiding kan ook makkelijk in anderhalf uur. Ik hoop dat ik helder genoeg ben en anders dan kunnen we straks misschien nog de vragen beantwoorden. En anders zou ik zeggen, stuur een mailtje naar Leon of naar Martijn of naar mij. En dan kan ik ze altijd nog proberen te beantwoorden via de mail. Ik zie wat mensen weglopen om te gaan bellen en weer terug te komen. Dat is niet de bedoeling. Dus die meneer zou ik willen vragen om niet meer weg te lopen, Ferdinand. Want we gaan direct rondlopen, we rijden heftrucks. We willen graag iedereen in slow motion werken. Even voor ons, zodat we dus ook veilig kunnen rondlopen. We gaan niet zelf aan de wandel. Het bedrijf is gewoon in bedrijf. En blijven mij in de buurt. Het is een klein clubje. Waar ook headsets bedoeld. Gaan we niet doen. We zijn maar een klein clubje. Ik zal mijn stem niet verheffen. Maar blijf bij mij in de buurt en dan lopen we rond. En dan gaan we die kant door die deur wel eens uit. Lopen we door de sfeer alleen. Dan lopen we achterlangs. Dan komen we daar. Als die deur open is tenminste. Dan komen we daar via die deur hier binnen. En dan gaan we hier nog verder praten. We gaan nog geen groep verdelen. Het is heel simpel. Er is één groep en die groep volgt mij. En
Mijn dochter Senna die loopt achteraan en die zal iedereen een beetje proberen, op netjes gezegd, een beetje meesturen. Ik zou bijna zeggen meedrijven, maar ja, dat mag bijna niet. Oké, dan mag deze mic nu uit en dan gaan we beginnen. We gaan door die deur eruit. Ik zou zeggen, volg mij. Nog één praktisch dingetje. We komen over 20 minuten weer terug. Voor de online kijkers, die gaan niet mee met de rondleiding. Daar wordt een filmpje, of eigenlijk twee filmpjes worden daar nu ingezet. En eentje is gemaakt door Business Channelman Tilly. Zij is hier in het midden. Dat wilde ik nog even genoemd hebben. Dus we gaan aan de gang. Hier inderdaad veel langer rondgelopen. Dank. We gaan nu over naar het tweede gedeelte, zullen we maar zeggen. Waar het vandaag nu vooral over ging, was het eerste gedeelte, het sorteren. Hè. Hoe kun je reststromen, kun je monostromen van maken, zodat die weer hergebruikt kunnen gaan worden. Maar Matthijs wil jullie graag meenemen in het verhaal van circulair ondernemen. Wat betekent dat nou? Welke dingen komen er op ons pad? En wat zijn de wijzigingen die wij daarin kunnen verwachten? Mag ik zo vrij zijn jou het woord te geven? Ja, je bent er toch? Ik ben er toevallig toch. Helemaal goed. Ik wou eigenlijk direct even inhaken op wat Johan terloops even zei. Dat er zoveel verschillende batterijsoorten komen. En hoe meer verschillende accu's, batterijen wij weten te ontwikkelen en te produceren, hoe ingewikkelder het scheidingsproces wordt. Jullie hebben allemaal gezien, die dames die op kleurtjes sorteren, al die merken allemaal in elkaar kunnen houden. Dus de complexiteit van de producten die wij allemaal de wereld inslingeren, dat maakt het natuurlijk alleen maar ingewikkelder om het materiaal in de stroom te houden. Wie is hier eigenlijk een producerend bedrijf? Wie werkt bij, wie maakt er iets? Heel goed. Stefan, maakt iets? Nee, het gaat om de fysieke wereld, hè? Om de dingen die je kan aanraken. Kijk eens om je heen, wat is hier het meest natuurlijke als je zo om je heen kijkt in deze hallen? Ja, die staat er niet voor niks, heel goed. Nou, eigenlijk niet, want die plant is ook geëngineerd. Daar hebben ze ook aan zitten kweken en zitten veredelen enzovoort. Het meest natuurlijke wat hier is, dat ben je gewoon zelf. De rest hebben we allemaal, wat je hier ziet, handmade. Dus de circulaire economie. Wat ik eigenlijk wil aangeven is dat het begon allemaal, het woord recyclen werd ook genoemd. Dat is eigenlijk de laagste trap van de circulaire economie, wat je zou willen. Ik bedoel, als je alles geprobeerd hebt, dan kunnen we nog gaan verbranden of gaan recyclen. Maar we proberen natuurlijk met de circulaire economie om de materialen, de fysieke spullen, zo lang mogelijk in het systeem te houden. Dus uit de grond trekken, iets van maken, gebruiken en weggooien. Dat moeten we proberen zo te organiseren dat we de materialen zo lang mogelijk, of juist het mooiste is als we het de hele tijd kunnen rondslingeren met zonne-energie en windenergie en energie van ons, hersens en handen, om het spul gewoon rond te pompen. Dat is waar we uiteindelijk naartoe willen. En waar we ook naartoe moeten. En de tijd is voorbij dat het een speeltje is voor een paar mensen met geitenwolle sokken. Want dat wordt gewoon business. We zijn op bezoek bij Van Pepersale.
heeft ons heel wat moeite gekost om mooie oranje tafelkleedjes te vinden. Dit is eigenlijk, want we hebben heel kort tijd, dus ik ga er niet heel erg, ik ga proberen zo snel mogelijk doorheen te gaan. Zeg maar, er is een circulaire economische rapportage wat er gemaakt. Het gaat niet alleen over de milieueffecten, maar ook over sociale effecten. En hier, dit is door het Planbureau voor de Leefomgeving, die adviseren de overheid dan. En die reageren daar echt op. Dit is van eind mei. Daar geven ze eigenlijk aan van jongens, we gaan er naartoe dat we verplicht recyclaat, dus materiaal wat al een keer in een product gezeten heeft, dat we terug moeten brengen in een product. Dat is niet voor de lol, maar dat je dus als producent je recyclaat moet gaan toevoegen. En dat heeft natuurlijk nogal wat voeten in de aarde, want dat kun je niet zomaar doen. Om dat soort dingen te kunnen realiseren, moet je dus afspraken maken met je toeleverancier. Moet je in interne processen veranderen. Want de kwaliteit van het spul is anders, maar je moet er wel mee gaan leren werken. En om dat soort dingen voor elkaar te krijgen, moet je dus een keten van bedrijven kunnen creëren. En de overheid die wilde dus ook heel graag het bedrijfsleven steunen om dat soort ketens te kunnen formeren. Moet je misschien ook financieel ondersteunen, dat soort dingen. Want dan is de scheiding tussen de bedrijven wordt kleiner. En dan we hebben hier toevallig meneer Van Soest, die bedrijven wil ondersteunen om op een andere manier financieel afspraken te kunnen maken. Zonder geld. Zonder geld. Ja, precies. Heel goed. En dan hebben we natuurlijk ook nog de Corporate Sustainable Reporting Directive. Dat directive betekent dat er iets moet. En waarom ik dit ertussen zet is eigenlijk dat accountants, en terwijl we dat nu over hebben, wordt bij Windesheim in Flevoland, worden de accountants in de dop, wordt ook uitgelegd dat het niet alleen over centen gaat, maar dat ze ook allerlei milieueffect moeten meenemen in de rapportage van je bedrijfsvoering. Dus, en een accountant die kan eigenlijk, wat ze doen, is betrouwbaarheid toevoegen aan informatie die er is. En het gaat dus niet alleen meer over centen, maar het gaat ook over je impact op de omgeving. En dat moeten we op een of andere manier kunnen valideren. Dus je moet er getalletjes aan toe kunnen voegen. Dat komt eraan, hè? Want dit gaat over 2023. Dan gaat het niet meer alleen over de grote bedrijven, over de banken en de verzekeraars. Maar vanaf 2023, bedrijven dus nog net boven het MKB, die moeten dat gaan doen. Nou, en dat is een kwestie van, als het komt van banken, verzekeraars, grote bedrijven, dan ja, kun je erop wachten dat op een gegeven moment ook het MKB gaat overvallen. Dus het is superbelangrijk dat we ons daarop op voorbereiden. Dus het is niet meer voor de lol, zeg maar. Nou, en hoe dan? Ik bedoel, er zijn heel veel bedrijven die spullen maken. Hoe kan dat? En het zijn er hier maar twee, dus blijf je maar even bij stilstaan. We proberen dus, en het plaatje ziet er heel ingewikkeld uit, maar dat is het niet. We proberen materiaal zo lang mogelijk in het systeem te houden. En er zijn verschillende strategieen voor om dat te kunnen doen. Wij doen dit dagelijks, hè? Dit is wat je, ja, precies. Dit is waar jullie van leven, toch? Ja. Even kijken. Dus hoe zou je dat kunnen doen? Dus waar wij met Horizon, een van de dingen waar wij op in willen zetten, is het organiseren van Circle Tracks. En dat zijn dat is een driedaags programma waarin je als bedrijf met 10 aanpalende bedrijven systematisch door je hele productontwikkeling traject of door je business traject wordt geholpen om te kijken waar de businesskansen liggen om beter aan te sluiten op de circulaire economie. Ik heb bewust een aantal plaatjes overgeslagen,
Maar anders krijg ik leeuwen op mijn dak en dat wil niemand. Nou ja, we, jij wil wat zeggen? Ja, tuurlijk. Op een gegeven moment, onleuk circulair en recyclen en dat soort dingen. Onze industrie is denk ik best wel ver in daarin. Zo namelijk ver dat nu de prijzen bij ons 20-40% omhoog gaan, omdat er niet genoeg recyclegrondstoffen zijn. Dus we praten over oud papier, kleding, dat soort dingen. Is niet meer genoeg in de wereld om onze industrie te voorzien van nieuw papier. Dus hoe ga je dan? Dan gaan we samen met jou op zoek naar bedrijven die potentiële toeleveranciers kunnen zijn. Dan gaan we samen een circle track opzetten. En dan gaan we zorgen dat de aanvoer van materiaal substantieel toe kan gaan nemen. Ja, dan moeten mensen dus meer recyclen. Meer afvalstoffen, hè, wat met jullie ook eigenlijk hebben. Ik heb wel een antwoord op. Ah. Ja. Ja. Ja, dat is natuurlijk een hele goede vraag. Waar wij, als ik het betrek op dit bedrijf, een heel tastbaar voorbeeld van hergebruik is die Big Bags die je daar ziet, die daar staan met die rode letters. Dat vermiculiet, dat kopen wij nieuw per 100 liter of per 1000 liter in. En dat wordt tigmaal hergebruikt. Dus dat wordt zeg maar, de knoopcellen zitten daartussen. De functie is dat die ervoor zorgt dat er geen kortsluiting ontstaat en dus geen brand. En dat gaat dus, er wordt gesorteerd. En het vermiculiet wordt niet weggegooid, het wordt gescheiden, wordt opgevangen en wordt weer hergebruikt. Dus wij gebruiken het vermiculiet als product weer opnieuw voor dezelfde toepassing. Dus de hoogste stap op de ladder van Lansing. Of eigenlijk is beperking is nog hoger, dat is erbij gekomen. Maar als je kijkt naar de ouderwetse ladder van Lansing, is dat het hoogste niveau. Waar wij, en ik ben het helemaal met u eens, waar wij natuurlijk mee bezig zijn, is dat op het gebied van auto-accu's, daar zit dus lithium, kobalt, nikkel, mangaan en dergelijke in. Zie je dus nu dat er de wetgeving komt vanuit Brussel en er komt nu een nieuwe regulering aan, waarbij dus de inzamelquota omhoog gaan, maar ook de recycleerquota's omhoog gaan, omdat de grondstoffen die zijn keihard noodzakelijk voor de recycling, of voor de toepassing van nieuwe... Voor het maken van nieuwe producten. Ja, het maken van nieuwe producten. Je wordt zelfs weggestuurd, zie je dat? Ja. Dat is wel ernstig dit, hè? Oh, je staat voor de camera. Oh, nou zie ik het. Ja. Oké, helder. Dus dat is één ding. En een andere aspect van het hele verhaal is natuurlijk, is dat we minder afhankelijk willen zijn van landen als China en dergelijke. Maar ik vond vanochtend een hele interessante centrale sessie. Ik heb mijn mond maar gehouden, want ik heb een hele sterke abstracte mening daarin. En dat is dat de regelgeving in Brussel moet met consensus. En de Amerikanen en de Chinezen die drukken gewoon op een knop en die gaan gewoon door. Dat is één partijpolitiek. En Amerika is drie partijpolitiek, maar de president heeft het voor het zeggen. En we zouden, en dat is echt mijn punt, veel krachtiger moeten gestuurd worden op hergebruik en dergelijke. En minder, veel minder in de afhankelijkheid. En ook heel veel minder in het polderprincipe, sorry dat ik het zo noem, van alles moet in consensus, want daar gaan we kapot aan. Eigenlijk wat Matthijs net zei, directive, directief. Dat betekent dat we eigenlijk nog veel directiever zouden moeten zijn in die wetgeving en die normen. Ja, zo'n nieuwe wetgeving die nu komt voor de batterijen, waarbij die grondstoffen hergebruikt moeten worden. En er komt EPR aan, dat betekent dat de procentverantwoordelijkheid wordt nog veel zwaarder. Ze moeten er aan alles gaan voldoen. Ze moeten dus ook die grondstoffen weer gaan gebruiken, hè, om nieuwe accu's te maken. Alleen, wat je merkt is gewoon, er wordt veel te lang over, ja, wij praten hier in andere taal, we komen van de Veluwe, maar ik zal het netjes houden, maar er wordt veel te veel over gekletst. En iedereen moet het met elkaar eens zijn en dan gaat de Europese Commissie nog een keer wat van vinden en dan komt er een voorstel en nog een draft en nog een draft en voordat je weet ben je 5 jaar verder. Ja. Maar goed, dat gaan we nou niet oplossen vanmiddag. Nee. Sorry? Verenigde Europa. Ja. Zijn er nog vragen? Zijn er nog dingen duidelijk? Nog één ding die als laatste wat mij nog te binnen schiet. Ik was vorige week twee weken geleden bij een klant die heeft een groot magazijn met gebruikte auto-onderdelen. En een voorbeeld van veranderende wetgeving die bij mij wel tot de verbeelding sprak. Hij verstuurt die tweedehands onderdelen door heel Europa. En in Frankrijk is bijvoorbeeld 2 weken geleden een nieuwe wet aangenomen dat elke autodealer die moet voordat hij een onderdeel gaat bestellen eerst kijken of er een tweedehands model beschikbaar is. En dat is gewoon een langere levensduur.
Dat is gewoon harde wetgeving die daarin geïmplementeerd is. En opeens ging die van 5 pakketjes naar 300 pakketjes per week naar Frankrijk alleen al. Dus wetgeving is soms dichterbij dan je denkt en heeft dan al direct invloed. Elke branche kent die specifieke uitdagingen en ook wetgeving die er wel aan zit te komen. Dit is misschien een beetje een simpel voorbeeld, even los van het echte hergebruik van grondstoffen. Ja, simpel kan het soms zo zijn. Dat is een heel goed voorbeeld, want in Amerika is dit gewoon een keiharde, zeer grote business. Dus de Amerikanen die zijn super in het hergebruik van onderdelen, het refurbissen en het terugbrengen op de markt. Daar kunnen wij in Europa nog alleen wat van leren, hoor. Ja, ja. Goed. Een opmerking over circulariteit, hè? Want het is een keten, hè? En elke keer zit een laatste stuk in de keten wat best wel veel geld kost. En uiteindelijk is die keten, als je doorpakt, kan je, als je een restgroep hebt en die ga je de kans is groot dat je nog een keer gaat vermarkten, dat je heel veel investeringen aan die kant kwijt bent. Hè? Dus hoe kunnen we dat nou efficiënt inrichten? Zie je in de landbouw, hè? We hebben restproducten en die worden dan weer verwaard, dan worden weer vermarkt en uiteindelijk komt die weer in de grond terecht, waar we eigenlijk soms een stukje organische stof nodig hebben. Voor de kringloop. Ja. Dus ja, verstoor je eigenlijk wel de kringloop soms, dat je te elke keer door je zaak en elke keer weer heel veel geld. Ja. Hij neemt nu heel veel plastic recycling, hij maakt nu een eindproduct, maar het kan zomaar zijn dat hij straks van zijn grondstoffen ontnomen wordt, doordat je weer iets anders met een grondstof kan, nog een keer een verwaringsketen extra kan doen. En dan is zijn bestaansrecht eigenlijk weer weg. Ja. En dan heeft heel veel geld gekost, heel veel innovatiekracht, kost onze samenleving heel veel geld. Ja. En dan vind ik best wel lastig van circulair. Hoe ver moet je circulair doorvoeren, terwijl hij een heel mooi product maakt, dat je nog een hogere verwaring van dat restproduct. Dat is mooi wat je zegt. Wij zijn geweest bij Bram. Ja. En die zijn precies hetzelfde. Bram zei precies hetzelfde. Dus de even voor de vorm. Bram is de baas van Bram Peters van Bram Peters van Safe Plastic zegt, het mooiste wat mij kan overkomen is dat ik overbodig ben. Dus die, als het zover komt dat het ding, die grote groene container hier elke maand leeg blijft, dan zegt Bram van, nou, dan ga ik wel iets anders doen. Job wel dan en dan gaan wij weer pensioen. Maar tot die tijd hebben wij gewoon een hele grote uitdaging. En die lossen we op zolang het kan. En het liefst zijn we overbodig. Ja. Maar in het kader van de circulaire economie hebben we wel altijd een uitdaging om aan te pakken. En nu zien wij dat probleem in de mix plastics van de consumenten. En die lossen wij dus nu op. Nou, jij bent nu product, hè? Lantaarnpaal, hè? Ja. En heb je me verteld, hè? Dan zeg je, hebben we nu lantaarnpaal. Maar als dat vermarkt wordt, dan waar maak je dan lantaarnpalen van? Hè? En dan is even de vraag, kom je dan eindelijk weer dat je weer primaire grondstof gaat gebruiken om die lantaarn te bouwen, maar omdat de rest allemaal toe. Maar goed, ik heb een heel praktisch voorbeeld. En dat komt van vorige week op een internationaal congres waar ik onder andere wat mensen mocht introduceren. En een van de discussies die was Second Life. En dan ga ik hier, Dan heb ik net tegen iemand 1 op 1 mijn mening over Second Life gezegd. Dat zal ik hier niet nog een keer herhalen, want dat is niet de message die ik wil brengen. Maar als je kijkt naar Second Life van een product uit zo'n fietsaccu, wat kun je nog een keer opkalfateren en dan kan hij nog een keer de fiets in. Dat is het hoogste niveau, dat is perfect. Maar als je kijkt naar autoaccu's, die zijn 8 jaar oud, 200.000 kilometer mee gereden. En die worden dan nog een keer gebruikt voor Second Life. Nou, perfect natuurlijk, hè? Zonne-energieopslag, windenergieopslag, noem maar op. Maar als je kijkt naar de productsamenstelling van die accu van 8 jaar geleden, dan zit daar ontzettend veel kobalt en nikkel in, terwijl de hedendaagse accu die geproduceerd wordt, zit veel minder kobalt en nikkel in. Dus van 1 accu die 8 jaar geleden geproduceerd is en die nu voor Second Life beschikbaar komt, dan zou je 5 nieuwe van kunnen maken. En dan kom je dus in een discussie terecht, gaan we wel circulair? Gaan we naar het hoogste ladder of zeggen we nee, we hebben die grondstoffen keihard nodig en die batterij die gaan we gebruiken om 5 nieuwe batterijen te maken. Dat zijn hele interessante thema's. Dat gaan we nu niet doen, maar ik wil hem alleen maar meegeven voor een discussie. Nou ja, Martijn, dat weten jullie misschien wel niet. Matthijs. Gerard werkt hier sinds een poosje, sinds 2 jaar inmiddels. En Gerard heeft op Windesheim Almere gestudeerd en zei van, is dat me? Ja, dat is hem. Oké. Okay, nou.
Hij zei, nou, dat was een van mijn docenten en die was best wel trots op dat hij jou eens zag rondlopen. Dus deze meneer die kan best wel wat met circulair, denk ik. Dankjewel. Nou, dat lijkt mij een mooie afsluiting, ook gezien de tijd. We zijn alweer wat aan de late kant. Dank voor jullie tijd. Dat ligt niet aan ons. Nee, lach aan mij. Nee hoor. Jullie kwamen ook wat later binnen, dus we hebben een excuus dat we wat te laat zijn. Dank voor jullie tijd. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Wij vonden het in ieder geval ontzettend leuk. Johan, hartelijk dank voor jouw tijd en toelichting. Wij hebben nog wat voor jou. Ja, we kunnen jou natuurlijk niet laten gaan. Het lijkt een goodie bag. Daar hadden wij allebei wat slecht gevoel bij. Maar ik kan je vertellen, dit is dan gemaakt van iets gerecycled. En hier zitten alleen maar lokale producten. Dus dit tasje heeft niet 1000 kilometer afgelegd. De inhoud ken ik niet helemaal, maar het is lokaal. Je kan er wat nuttigen. En dank voor je tijd en toelichting. En nou, mochten jullie vragen hebben aan Johan, mail hem of mail mij. Als jullie vragen hebben over in het algemeen over circulariteit, over jullie businessmodel, over hoe doen we dat met een financiering of innovatie, schroom niet. Matthijs en ik die komen graag langs. En nou, hou onze social media kanalen in de gaten voor de Circotracks, want die komen er echt aan en daar willen we echt wel stappen mee gaan maken. Dus dank voor zover. We gaan nog even drinken of gaan jullie met gierende bandjes weg?